Leuk dat u weer kijkt naar Fire and Food TV. Want vandaag gaan we weer lekker iets laten zien hoe je het lekker gerechtje kan maken. Maar we hebben een beetje wat speciale vandaag. Want het is niet op een barbecue. Het is op een dough, een Dutch oven. Ja. De Camp Chef. Leuk, hè? Hebben we erbij. En een mooi stoofje. Om, wat het natuurlijk heel makkelijk op de tafel kan. U ziet het. Je kunt het gewoon ook thuis doen. Nou, Bastiaan heeft weer een mooi gerecht verzonnen. We gaan niet uitleggen hoe de dough werkt. Nee, daar zijn andere filmpjes. Daar zijn andere filmpjes voor. En, maar we gaan er wel lekker koken. We gaan er wel lekker in koken, want we gaan kokoscurry maken. Precies. Kokoscurry. Nou, aan kokoscurry denk ik aan kokos, denk ik aan tropisch, lekker tropische stranden, zomer, de zon. Hij is net even achter de wolken, maar ja, hij was er wel de hele dag, dus dat was wel lekker. Maar Bastiaan, hoe zullen we het gaan doen? Ja, ik wil zeggen, er ligt hier zoveel. Zo, stap voor stap. We hebben de dough al wat voorverwarmd. Dat werkt ideaal op zo'n stoofje. Mm-hmm. Dan gaat er als eerste in een heel klein beetje olie natuurlijk. Ja. Maar je ziet al dat het een mooi warm is. Ja, hij begint gelijk te pruttelen. Ja, en dan die rakkers erbij. Ook gelijk pruttelen. Zo willen we dat. Zo. Dat zetten we even aan, dat het een beetje bruineert. Ja, het spettert, hè? Ja, dat komt van, die olie. Ja. Ja, even lekker even een... Ja, maar een klein beetje barneren, dat is belangrijk. Ja, dan krijgt hij even dat... even lekker niks bij. Maar ik vind het mooi, dus het koken aan de dough is dat het gerecht ook anders smaakt. Ik weet niet. Nou, dat komt natuurlijk door al die... eigenlijk alles wat je ervoor gemaakt hebt, die smaakjes en die kruiden zitten ook in dit gerecht. Ja, dat is heel apart, is dat met die gietijzeren pannen. En dat is ook een van de geheimen van een gietijzeren pan, van een dough. Ja. Dat die smaakjes allemaal terug zitten. Precies. We maken gerecht, dit zelfs gerecht een ander pan. Totaal anders. Ja, dat vind ik zo gaaf van een dough. Zo. Nou, wat er dan bij gaat voor de curry is pastinaak. Wel bekend. Ondertussen al reep. Dat was vroeger een van de vergeten groentes. Het is tegenwoordig niet meer redelijk vergeten, hoor. Nee, hè? Nee. Zo. En dan daarbij lekker wat paprika. Gele, ja. Rode, hè, dat is leuk voor de kleur. Ja, kleur wel ook wat. Dat is zo'n curry, hè, dat is heet. Is dat wel een zomerscherm? Maar juist zo lekker in de zomer, zo'n mooie frisse curry. Ja. Misschien een beetje schimmel, maar het is echt lekker. Dus wat dat betreft ook in de zomer lekkere curry's maken. Dus puur genieten. En in zo'n Dutch oven is helemaal op top natuurlijk. Ja, je kunt ook een kampvuurtje maken, zeem daarop, hè, als je op de camping staat. Ja, zo'n driepoot, hè? Niet overal mag je natuurlijk kampvuurtjes maken, dat is ook wel weer zo. Nee, dat is waar, maar goed. Sommige dingen wel. Of zoek strand. Een goede plekje op. Op strand. Ja. Op strand. Jij mag strand. Eigenlijk? Ja, natuurlijk. Op strand wel, hoor. Ja? Wow. Meeste stranden wel. Nou, we hebben het aangezet. 100 ml bouillon erbij. Zo. Dat. Dan 400 ml kokos. Jabba. Waarom dat geluidje erbij moet, ik heb geen idee, maar goed. Nee, maar het klonk wel leuk. Ja, toch? Het klonk leuk. Zo. En dan komt de curry. Ik heb hier gewoon de currypasta. En goed, die kan je overal kopen. Die erbij. Ik denk dat dit wel genoeg is. Houden mythes, hè? Niet al te scherp. Nee, het wordt natuurlijk pittiger, hè? Precies. Als je van pittig houdt, doet er wat meer in. Ja. En dat roeren we lekker door. Dan gaat het deksel erop. En dan lekker laten stoven totdat de groentjes gaar zijn. Mm-hmm. En dan kunnen we genieten van top curry. Ja, ik moet zeggen, het ziet er al heerlijk uit. Lekker, hè? Ja. En zoals het altijd weer gaat, poppetje gezien. Kastje dicht. Nou Bas, ik denk dat... het wel gaas is, hè? Ik denk het ook. Ja, we hebben het natuurlijk wel van tevoren even gecheckt, laten we eerlijk zijn. Ja, we kunnen wel verrassen. Moet eens kijken hoe dat pruttelt en doet. Dan gaat als laatste nog even de koriander erdoor. Ja. Roeren. En dan is je curry klaar. En dat is het. Het ziet er goed uit. Lekker, hè? Ja, nou ja, dat ga ik je zo vertellen of ik het lekker vind. Ja, dat is ook. Ik heb niet voorgeproefd. Kijk eens, bakje 1. Pak jij een etje? Yep. Zo. Pakje 2. Hop. Je hebt zeker honger, want... Nee, ik ga nog. Hier een lepel. Ah, okay. Nou, normaal kun je dit met rijst doen, je kunt het met Turks brood doen, dikke dunne. En
Nou, die curry, je ruikt hem ook heerlijk, hè? Nou, even een hapje van alles, een lepeltje met een hapje van alles erin. Oeh, is warm. Ja. Het is heet. Nou. Lekker. Lekker. Nou. Ik vind het leuk. Zo'n curry, als je lekker in thuis Jij zei nog tegen me net, als je van curry houdt. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is lekker. Nou, als je lekker in de tuin zit, dit pruttelt, lekker klein setje, currytje en dan een lekker fris biertje erbij. Het pruttelt gewoon verder. Ben ik blij hoor, denk ik. Nou, super. Wilt u nou net zo blij worden als Bastiaan? Kijk hieronder voor het recept. Als u het recept lekker vindt, uiteraard uw likejes zijn van harte welkom en uiteraard uw reacties. Daarnaast kunt u ze nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire and Food TV. Fire and Food TV. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, veel plezier met curry.